Kozakken Boys nam geen halve maatregelen en stelde een nieuwe trainer aan. Michel Langewrak was de man die deze week voor het eerst voor de groep stond. Leon Bot namens de gasten uit Werkendam. En daar is de 1-0. Het is de 12e minuut van de wedstrijd. Voorbereidende werk is van Eijma. En Leon Bot met de 1-0 voor Kozakken Boys. El Azouti probeert het van uit een moeilijke hoek. En de doelman Leon Terwiele staat goed op zijn post. El Azouti toch goed voor veel treffers bij de ploeg uit Werkendam. Ondanks de matige stand op de ranglijst. Wat kan Spakenburg? Dat probeert gevaarlijk te worden met Bitter, met De Bond. De Bond wordt vastgehouden. Maar dat wordt niet gezien door scheidsrechter Dreugen die dat wegwuift. En dus geen strafschop voor de blauwe, ziet ook John de Wolf. En dus altijd nog de achterstand. Met De Bond die treuzelt, die niet goed is. Bot neemt hem de bal af. Dan El Azouti. Die kijkt, die ziet Rijsdijk komen van ver. Maar Jeffrey Rijsdijk haalt niet goed uit. Raakt die bal niet goed. En dus gaat hij ver naast het doel van Leon Terwiele. Spakenburg dat moeite had in die eerste helft met Kozakken Boys. Een poging, meer mag je niet noemen, van Selimi. Maar hij raakt ook die bal verkeerd en komt niet richting het doel. Oostinje zoekt de diepte. Nog altijd in de eerste helft. Daar De Bond. De Bond moet met een goede voorzet komen. Komt hij ook? En daar is Selimi, het goudhaantje van Spakenburg. Het is de 39e minuut. De voorzet is van Nick De Bond. En Selimi komt daar goed voor de verdediger. En scoort daar de gelijkmaker voor Spakenburg. En dan leeft Blauw weer op de eigen Westmaat. Met De Bond. Die weer eens een basisplaats had. John de Wolf had het hem al aan het begin van de week medegedeeld. Daar de voorzet van De Bond. En die bal gaat maar rakelings naast het doel van Jordi Bitter. De inzet van hem aan Den Hartog voorbij. En Spakenburg dat probeert om toch nog de zegen te boeken. Nu met De Bond. Nick De Bond, de voorzet. En weer staat hij op de juiste plaats. Argent Selimi, het is het tweede van vanavond. En het is de 2-1 voor Spakenburg. Het harde werken, dat wordt beloond. En Selimi, die notabene vorig seizoen nog bij Eendijk in de hoofdklasse speelde, scoort zijn tweede treffer in de tweede divisie. Wat kan de ploeg van Michel Langerak dan nog? De actie van Bolsius strandt op doelman Terwiele. Maar Kozakken Boys wil de gelijkmaker en Spakenburg wordt teruggedrongen. Weer zijn de Kozakken onderweg. El Azouti voor de goal. Daar is weer Bolsius. Wacht, kijkt. En dan het schot dat overgaat van Gweron Stout. Notabene spelend volgend seizoen bij de concurrent van Spakenburg aan de overzijde, IJsselmeervogels. Net als El Azouti, die hier goed de bal verovert. Dan teruglegt en dan is het de paas van Vincenzo. En dan gaat hij er toch niet in. Weer is het Bolsius die hem niet binnen weet te werken. En zo zijn het de kansen voor Kozakken Boys, maar gaan ze er niet in. En wint Spakenburg met 2-1 van de ploeg van Michel Langerak.